Food Inspiration is in Ede. Het middelpunt van Nederland, maar misschien wel de hoofdstad van de food in Nederland. We staan hier voor een buurtcentrum waar elke week een bijzondere activiteit plaats heeft. Kinderen koken voor de buurt. Nou, in een tijdperk van individualisering blijkt food de grote verbinder te zijn tussen mensen. En daarom nemen we er een kijk. And the road is spraying its down, leaving marks on our skin. We eten vandaag dezelfde rijstsoep met kip en curry en basmati rijst, doperwten, tomaten, komkommersalade en als toetje hebben we dubbel vlam met slagroom. Ik vind het leuk om hier te koken omdat het leuk is om dingen te snijden en te wassen en dat het eten lekker ruikt. Koken voor de buurt is in het kort dat kinderen van de basisschool een maaltijd bereiden samen met vrijwilligers voor mensen uit de wijk. En dat doen ze elke donderdag. Kinderen leren door hier vrijwilligerswerk te doen dat ze iets kunnen betekenen voor andere mensen. En we hopen dat daarmee ook kinderen in hun latere leven dienstbaar blijven aan de samenleving. We werken hier normaal met 3 koks. De kinderen leren ze een hoop eigenlijk basiswerk. Wat betreft ook het snijwerk. En dat ze dus ook een beetje handig worden met messen. Dat ze mama en papa thuis ook kunnen helpen met snijden. Hè? En eventueel, zoals je dan achter me ziet, zijn het afwassen. We proberen zoveel mogelijk toch wat bij te brengen. Stapje voor stapje. Ik vind het leuk om hier te koken omdat het heel gezellig is en je ook heel van wat leert. Het zijn uiteraard ouderen uit de wijk die veelal komen. Dat is een vrij trouwe club. Het zijn mensen van de RIBW, dus die begeleid wonen hier in de wijk. De kleinkinderen komen vaak mee. Het zijn de ouders van de kinderen die koken, die komen. Wat hier zo leuk aan is, dat is dat we elkaar hier hebben leren kennen. Het eten is natuurlijk heel lekker, maar ook de gezelligheid eromheen is voor ons heel belangrijk. Chasing lights of the dying limbs, change won't come if we